De laatste paar dagen hoor je heel veel in het nieuws over een heel speciaal jongetje van 6. Nee, ik weet wat je denkt, ik ben het niet. Het gaat namelijk over een jongetje van 6 jaar oud die nu al klaar is met de basisschool en gaat beginnen met de middelbare school. Het kleine manneke schijnt een IQ te hebben van minimaal 145 en hij is een superster, want hij is overal in het nieuws. Ik heb wat van die artikelen gelezen en het lijkt me best wel een chille gast. Hij houdt van stripboeken, leest Harry Potter en hij wil later astronaut worden. Dat is een toffe gast. En een redelijk slimme gast. Zijn vader is alleen een iets minder toffe gast. Zijn vader wil namelijk dat zijn zoon hartchirurg wordt. Fuck jou, je wordt geen astronaut. Zijn vader vindt het heel, heel, heel raar dat koning Willem-Alexander nog niet dat jochie heeft uitgenodigd om een hand te geven en te zeggen: wauw man, wat jij doet, dat is echt super mega fantastisch. En dan denk ik toch, laten we eerlijk zijn. Hoe moeilijk is de basisschool nou echt? Als jij en ik kijken nu de basisschool opnieuw zouden moeten doen, dan doen we het zo bam in één dag optellen, aftrekken, schrijven, lezen. Ik kan dat. Zoveel cruciale kennis spookt er nou ook weer niet rond op de basisschool. En ja, er is nu heel veel debat over of het wel gezond is om een joch van 6 op de middelbare school te gooien. Ik bedoel, middelbare school is toch hardcore shit. Je komt in aanraking met energy drunk, frikandelbroodjes, sigaretten, tassen die zwaar zijn. Moraal van het verhaal is gewoon heel veel media hype. Ja. Heel veel media hype. Terwijl, waar is de media hype van het feit dat ik in principe zo de basisschool in één dag opnieuw kan doen? Geen idee. Lijkt me in ieder geval wel een chille gast. Kunnen we samen een beetje Minecraft spelen of zo? Dat is vast wat 6-jarige kinderen heel graag doen. Verder was het wel heel interessant dat zijn vader laatst. Dat was, zeg maar, de jongen ging naar middelbare school en hij ging zijn eerste toetsje daar maken. Die vader leek het een super tof idee om, zeg maar, de media van heel Nederland uit te nodigen. En dan, zeg maar, niet tegen de school te zeggen dat hij dat doet, zodat de hele school in één keer vol zit met camera's. Ik denk, ja, dat is toch mooi. Dat heb ik ook altijd. Gewoon lekker naar school en, oh, mijn camera's. Oh, fame. Dat is niet waar. De enige camera op school is mijn vlogcamera. En die stop ik heel stiekem. Dan moet ik wel zeggen. Ik ben wel natuurlijk een camera liefhebber. Stel, ik kom bij zo'n programma zoals Blik op de weg, politie op je hielen. Zo'n programma. Ik word aangehouden, veel te hard gereden. Zonder rijbewijs, want die heb ik niet. Normaal gesproken doen mensen: rot op met die camera! Rot op met die camera! Ik doe gewoon eerst van: hey, een camera, wat leuk. Rick Broers, aangenaam, internet personality. Wat wil je weten, is het een soort quiz? Is er geld te verdienen? Dat wilde ik gewoon even meedelen. Deze video is heel kort, maar er zijn wel meer dingen kort. En daar hoor ik ook niemand over klagen. Dankjewel.